vandaag even over een aantal dingen hebben. Want die komen allemaal terug in jullie les. Een beetje herhaling op zijn tijd is op zich niet verkeerd. We beginnen even met hoe bereken ik hoeveel 90% van 600 is. Nou, zoals ik hier al neer heb gezet, is 600 100%. Nou, ik wil vervolgens naar 1%. Dan moet ik de 100 delen door 100 om naar 1 te komen. Wat ik onder doe, moet ik boven ook doen. Dus dan deel ik die ook keer gedeeld door 100. En 600 gedeeld door 100 is 6. Nou, vervolgens voegen ze niet om 1%, maar om 90%. Nou, voor ons gemak gaan we dan eerst even naar 10. Nou, dan heb ik die 1 keer 10 gedaan. Dan moet ik die 6 ook keer 10 doen. En 6 keer 10 is 60. Vervolgens moet ik van de 10% naar de 90%. 10 keer iets is 90. 10 keer 9 is 90. Heb ik onder dus keer 9 gedaan. Zit er boven ook keer 9 te doen. Of keer 9, sorry. Dan doe je 60 keer 9. Dat is ook wel 540. Wat je ook had kunnen doen, omdat dit 10% is, had je die 60 ook van de 600 af kunnen halen. Had ook gekund. Maar voor het gemak deden we dat nu niet. Volgende gaan we naar 15% van 200. Willen we graag weten hoeveel dat is. Nou, we moeten eerst weten hoeveel 1% is. En wat ik hierboven ook al gedaan heb, van 100 naar 1, is delen door 100. Wat ik onder doe, doe ik boven ook. Dus ook delen door 100. En dan 200 gedeeld door 100 is 2, want dan mag ik 2 nullen wegstrepen. Alleen, ik moet nou van 1% nog naar 15%. Dan kan ik keer 15 doen, wat ik onder doe. Kan ik boven ook doen. Sterker nog, dat moet je boven ook doen. Dus dan wordt het 2 keer 15. En dat is ook wel 30. Dan gaan we eens eventjes kijken hoe het ook alweer zat met vermenigvuldigen met komma's. Nou, met vermenigvuldigen mag je de komma's weghalen voor de keersom om onder elkaar te zetten. Dus dat gaan we nu ook even doen. Dan wordt het 991 keer 808. Nou, dan beginnen we. 8 keer 1 is natuurlijk 8. 8 keer 9 is 72. Schrijf ik de 2 op, onthoud ik de 7. We hebben hetzelfde. 8 keer 9 is 72 plus die 7 is 79. Dan halen we even die 7 weg, zorgt voor verwarring. Nou, we hebben dan vervolgens die 0, maar dan moeten we een extra 0 opschrijven. 0 keer 1 is 0, 0 keer 9 is 0, 0 keer 9 is weer 0. Nou, dan zijn we bij die andere 8, dan moeten we 2 nullen opschrijven, want we zijn bij een honderdtal. Nou, 8 keer 1 is weer 8. 8 keer 9 is weer 72. 2 opschrijven, 7 onthouden. 8 keer 9 is weer 72 plus die 7 is 79. Nou, dan ga je alles optellen. 8 plus 0, 0 is 8. 2 plus 0, 0 is 2. 9 plus 8. Dat maakt 17. 1 onthouden natuurlijk. Dan heb je 7 plus 2 is 9 plus die 1 is 10. 0 opschrijven. 1 onthouden. Nou, 1 plus 9 is ook 10. Ook 0 opschrijven. 1 onthouden. En 1 plus 7 is 8. Nou. Dan moet je tellen hoeveel getallen je achter de komma zat. Nou, want je moet die komma natuurlijk weer terugplaatsen. Ik heb hier 2 getallen achter de komma en daar ook. Dat betekent dat ik in totaal 4 getallen achter de komma moet. Nou, gaan we dus even tellen. Dit is 1, 2, 3, 4. Dan zetten we hier de komma neer en dan is het antwoord 80,0727. Dus 80,727 tienduizendste. Nou, gaan we door naar de volgende. Gaan we iets sneller doen. We halen weer de komma's weg, dan wordt het 413 keer 275. Nou, dan doen we 5 keer 3 is 15, 1 onthouden. 5 keer 1 is 5 plus die 1 is 6, 5 keer 4 is 20. Nou, snel die 1 even weghalen.
Nou, 0 opschrijven, want we zijn bij de tientallen. 7 keer 3 is 21. 7 keer 1 is 7, plus die 2 is 9. 7 keer 4 is 28. Even weer die 2 weghalen, zorgt voor verwarring. 2 nullen opschrijven, want we zijn bij een honderdtal. 2 keer 3 is 6. 2 keer 1 is 2 en 2 keer 4 is 8. En dan nog bij elkaar optellen. 5 plus 0, 0 is 5. 6 plus 1 is 7 plus die 0 is nog steeds 7. 0 plus 9 plus 6 is 15. 5 opschrijven, 1 onthouden. 2 plus 8 is 10 plus 2 is 12 plus die 1 is 13. En 1 opschrijven. 2 plus 8 is 10 plus die 1 is 11. Nou, dan gaan we weer eens eventjes kijken. Hoeveel komma's of hoeveel getallen achter de komma hadden we? Hier 2, daar 2. Maakt samen 4. Dus we moeten nu ook weer 4 getallen achter de komma hebben. 1, 2, 3, 4. Hier moet de komma. Dus je antwoord wordt 11, 3, 5, 7, 5. Oftewel 11 en 3575 tienduizendste. Nou, gaan we eens even naar deze kijken. Even een deelsom. Bij een deelsom mag je de komma niet weghalen. Dus dan kan je hem gewoon lekker laten staan. Ook wel zo makkelijk. Nou, ik kan de 1 niet delen door 6. Kan ik de 15? Hoe vaak kan ik de 6 daar uithalen? Zeker 2 keer. Want dat is 12. En dan krijg ik een 3. Nou, hoe vaak kan ik vervolgens de 6 uit de 3 halen? Nou, nog 0 keer. Dan moet ik de 0 naar beneden halen. Hoe vaak kan ik de 6 uit de 30 halen? Nou, 5 keer, want 5 keer 6 is 30. 30 opschrijven. En dat is dan 0. Nou, hoe vaak kan ik de 6 uit de 0 halen? Zeker 0 keer, dus we mogen die 8 naar beneden halen. Nou, dan moeten we niet vergeten om de komma op te schrijven in je eindantwoord. Hoe vaak kan ik de 6 uit 8 halen? 1 keertje, dus dan schrijf ik de 6 eronder. Daar hou ik 8 min 6 is 2. Nou, vervolgens kan ik daar niks meer uithalen, dus ga ik naar beneden. Dan gaat die 4 naar beneden. En hoe vaak kan ik de 6 uit de 24 halen? Dat is 4 keer, want 4 keer 6 is 24. Nou, dus dit is dan je eindantwoord. Nou, nog eentje om het af te leren. 154 en 3 tiende delen door 5. Nou, daar gaan we. Hoe vaak kan ik de 5 uit de 15 halen? Dat is 3 keer. Dat is ook precies 15. Dus dan kan ik 0 opschrijven. Dan mag ik die 4 naar beneden halen. Hoe vaak past 5 hierin? 0 keer. Niet vergeten op te schrijven. Dus we schrijven de 0 op. Dan gaan we die 3 naar beneden halen. Terwijl we die 3 naar beneden hebben gehaald, ben ik wel die 0 tegengekomen. Dus, of die komma tegengekomen. Dus ik schrijf die komma op. Hoe vaak past de 5 in de 43? Zeker 8 keer, want 8 keer 5 is 40. Dus dan schrijven we 8 op. Dat is dus 40. Dan is 43 min 40 is 3. Dan haal ik die laatste 0 naar beneden. En hoe vaak past 5 in de 30? Had je in de vorige opdracht ook al gezien. Zeker 6 keer. En dat is dan 30. En dat is 0. Niet vergeten dus dat op te schrijven. Dit is dan je eindantwoord. Ik hoop dat jullie hier een heel eind mee komen. En ik wens jullie veel succes vandaag met de opdracht.